Welkom bij de derde aflevering van Anton gaat op stap. Vandaag zijn we bij de Kunsthal en we gaan op pad met drie generaties Rotterdammers en wij gaan ze laten zien wat je allemaal kunt beleven in deze mooie stad. Ik ga ze opzoeken, kom mee. We zijn we dan in de Kunsthal met drie generaties Rotterdammers. Dat is wel echt heel bijzonder. We beginnen bij opa, Ad Borslap. Rotterdammer, uit Blijdorp. Oorspronkelijk uit Den Haag zelfs. In Den Haag geboren. Ja. Je hoort het ook een beetje. Ja, nog niet echt. Hè. Maar bedoel, ik ben op mijn derde, mijn ouders naar Rotterdam verhuisd. Ja. Dus ik kan me met recht een Rotterdammer noemen. Ja. Ja. En zeggen ze wel eens, er is niet zoveel te doen in de stad. Maar tegendeel zwaar, toch? Kijk hier maar om je heen. Ik bedoel, er is geen kluisje meer te vinden in het museum. Dus het is hartstikke druk. En niet alleen hier in de Kunsthal, maar dat geldt voor meerdere attracties in Rotterdam. Jouw dochter is wel een echte Rotterdamse. Ja. Hè? En jouw kleindochter natuurlijk ook. Wil jij iets zeggen, Sophie? Gaan we niet doen, hè? Hey, ben jij van de musea? De leuke dingen doen? Ja, ik vind het wel heel leuk. Ja. Ja. Ik ga niet heel vaak naar het museum, maar wel af en toe. Ja, als er wat leuks is. En het moet een beetje kindvriendelijk, zei dat. Ja. We gaan kijken nu bij de kinetische kunst. Schijnt fantastisch te zijn. Ik heb er zin in. Let's go. Vind je het belangrijk om ze een beetje cultureel op te voeden? Is dat een keuze? Of? Ja, ik ben zelf ook heel cultureel opgevoed door mijn vader. We gingen eigenlijk wel. Voor je antwoord. Nee, maar we gingen vaak op zondag gingen we wel naar een museum. En ik vind dat wel belangrijk. Ja. Vond je dat een straf of was dat leuk? Ik vond het altijd heel leuk, ja. Al bleef jij wel altijd heel lang hangen bij dingen, dat ik dacht, nou Rob, ja. Door. Ja, pa, nu heb ik het wel gezien. Ja. De eerste vitrine. Goedemiddag. Dat ziet er lekker uit. Goedemiddag. Dat ziet er heerlijk uit. We komen voor de Rotterdam Pas aanbieding. Ik vond hem lekker. Hij was heel erg lekker. Hij was lekker, hè? Ja, je moet van zoetigheid houden, maar dan is het echt heel erg lekker, ja. Rotterdamse appeltaart. Meer zoet. Nou, daar zitten we dan op de ijsbaan, de schaatsbaan van Rotterdam. En wat blijkt, er is een probleem. Ja. De grote Ad Borslap, want dat ben je. Nee, ik durf het ook wel voor de camera te zeggen. Dat is heel vervelend. Ik heb in ieder geval de schaats bij me. Een soort moral support. Goed zo, ga ik doen, jongen. Ja, heel goed. Hey, maar dit met je kind is wel te gek, hè? Is superleuk, echt heel leuk. Dat koppie. Ik kom er niet vooruit. Ja, jouw koppie. Ja, ik ben een beetje het kind hier volgens mij. We voelen ons weer kinderen. Dat is onbetaalbaar. Superleuk, of niet? Ja! Dat was superleuk. En dit was het einde van de aflevering. Wat zeggen we dan altijd? Doeg! Doeg! Tot de volgende keer! Doeg!